Jack Honsbeek, hoe kan dit nou weer? Nou, ik denk dat je het gezien hebt. 1-0 achter. En daarna hebben we iets anders gedaan, waardoor je de druk bij hun houdt. Ja, dan zie je ook dat, dat deze tegenstander wel wat problemen heeft. Ja, en dan ga je zo kinderlijk de boot in. Maar dat je 1 keer verliest in de slotfase of 2 keer, dat kan ik begrijpen. Maar dit? Ja, ja, dus als je voor staat in deze fase, moet je het met je leven verdedigen. Dat heb ik niet gezien. Wat kan jij dan nou alweer als trainer zeggen in de kleedkamer? Nou, ik heb heel weinig gezegd. Als we van tevoren zeggen dat zij in hun basiself zeker 9 man hebben. En zeker in de laatste linie 2 rechtsbenige spelers. En je ziet die nummer 33 vanaf de middenlijn zien we lopen. En je dekt zijn linkerbeen af en hij haalt verwoestend uit. Ja, dan vraag ik me af. Dan vraag ik me wel iets af. Ja, dat is een prima goal, maar er gaat dus inderdaad veel fout aan jullie eigen kant. Ja, dat klopt. Kan je daar tegen trainen, tegen persoonlijke fouten? Ja, soms wel. En heel vaak niet. Ja, ik denk dat die tweede, die poeier, die mag nooit vallen. Hoe leuk is dit nog voor jou? Nou, ik moet je zeggen, ik sta hier wel als een boer met kiespijn. Maar ik weet dat het erbij hoort en moet je ook niet voor weglopen. En wij verliezen deze wedstrijd. Wel of niet terecht. In de eerste helft was het wel heel pover. De vraag die ik nu gestel is misschien niet leuk, maar voel je nog wel vertrouwen van de achterban? Ja, kijk, vanuit de spelersgroep wel. Voor de rest zal het zijn hoe de TC erachter staat. Kijk, we hebben wel natuurlijk een gesprek gehad deze dagen over het wel en wee. Hoe het zou moeten gaan bij VVSB. Nou, ik denk dat wij in ieder geval wel iets hebben laten zien dat wij iets anders hebben gevoetbald. Ja, dat het dan resultaat in de verliespot. Ja, oké. Dat is zo. Zijn er harde woorden gevallen bij zo'n gesprek? Nou, harde woorden. Harde woorden. Nee, dat vind ik niet. Je zit gewoon met elkaar in overleg wat de tij zou kunnen doen keren. Nou, en ik heb daar aangegeven wat ongeveer en ook wel een oorzaak zou kunnen zijn waardoor wij dit soort zaken, waarom dit gebeurt ook. Oorzaak, dubbele punt, ziekenboeg, vraagteken? Ja, daar ga ik het nou maar een keer zeggen. Ik denk dat dat absoluut een oorzaak is, ja. Ja, want je hebt lang gezegd, daar wil ik me niet achter verschuilen, maar er is een grens, zo te horen. Dat klopt. En nu? Ik ga hem weer vrij. Volgens mij stelde ik die vraag 2 weken geleden ook, of vorige week. Maar en nu? Hoe gaan we nu verder? Ja, nou, dat zal de aankomende dagen zal dat denk ik wel worden beslist. Beslist in die zin. Ben je bang voor je eigen positie? Nou ja, kijk, het zijn tegenvallende resultaten. En daar moet ik ook niet voor weglopen. Dat is gewoon het verhaal. Maar we moeten ook niet vergeten dat het ook met andere oorzaken te maken heeft. Dus jij hoopt eigenlijk dat iedereen in Noordwijk houdt nog zijn hoofd gewoon koel kan houden? Ja, nou kijk, als ik zie de beleving ook van de supporters die er vandaag toch ook weer zijn. Ja, dat is wel mooi. En die hoor je ook duidelijk. En ook die zie je treuren na een verliespot, net zoals mijn spelers. Ja, goed, nogmaals, als wij goals op deze manier weggeven, ja, dan sta je op dit moment wel op de plek waar we staan. Dankjewel. Graag gedaan. Super, dankjewel Jack. Oké.